Altena is omringd door water en op veel plaatsen is er dan ook recreatie langs het water en pleziervaart op het water. De afgelopen periode waren er ook calamiteiten op het water, ook in Altena. Er zijn regels op het water, maar volgens Progressief Altena kunnen die duidelijker. We hebben als Progressief Altena een vraag gesteld aan het college om vooral een onderzoek in te stellen naar het aanwijzen van gebieden en vaarstroken voor de snelle vaart. Want dat is op dit moment in Altena niet duidelijk. Nee, dat klopt. Dat is in ieder geval de indruk die wij als Progressieve Altena heel sterk hebben. Ik woon zelf tegenover het Rijswijkse strandje, dus ik ben ook wel dagelijks getuige van incidenten, calamiteiten of bijna incidenten. En dat je ook heel goed kan zien dat mensen helemaal niet weten waar ze hard mogen varen. Er wordt heel veel gezommen, het is prachtig weer, het is heel druk, iedereen geniet. Maar iedereen moet wel veilig kunnen genieten, dat vinden we heel belangrijk. En wat zullen jullie als Progressieve Altena willen? Nou, wat we heel graag willen is dat er gewoon gekeken wordt naar de huidige gebieden zoals die aangewezen zijn. Er is een snelvaartkaart waarop staat waar je hoe hard mag varen. Op de Afgedamde Maas is dat heel duidelijk. Dan mag je gewoon niet harder dan 9 km per uur varen. Maar op de Bergse Maas is dat echt een behoorlijke lappendeken. Dan mag je één stukje mag je heel hard, dan weer minder hard. En we denken dat het gewoon niet duidelijk is. Want dat is eigenlijk ook ons belangrijkste punt. Naast dus kijken naar die snelvaartgebieden. Informatie geven aan mensen, wat mag wel en wat niet. En dat je ook als zwemmer weet, hier wordt snel gevaren, dat je dus ook kan opletten en dat je meer informatie hebt. Want het is niet de bedoeling om alles aan banden te leggen. Nee, zeker niet. We vinden zeker dat mensen moeten genieten van het prachtige water dat we hier in de gemeente hebben. Dat doen we zelf ook. Door te zwemmen, door hard te varen, door langzaam te varen, door te dobbelen op een lekkere luchtbed. Iedereen moet kunnen genieten, maar het moet wel veilig kunnen. Op de Afgedamde Maas mogen geen waterscooters en mag men niet sneller varen als 9 km per uur. Of dat daar ook een snelvaargebied moet komen? Nou, ik denk dat dat goed onderzocht moet worden. Zoals nu is, ervaar ik het dat dat hier niet zou kunnen, omdat het hier heel smal is. Mensen zwemmen hier, zwemmen ook naar de overkant. En dan is het gewoon gevaarlijk om hard te varen. En dan moet je het hier bij rustig varen houden. Maar het is wel heel belangrijk dat we gebieden aanwijzen waar het wel kan. Als volgens Progressief Altena die gebieden duidelijk zijn, moet er uiteraard wel gehandhaafd worden. Momenteel gebeurt dat op de Afgedamde Maas 6 keer per jaar door de politie. Progressief Altena denkt dat er vanuit de gemeente een waterboa aangesteld moet worden. Wij denken dat een natte boa, zal ik het maar even noemen, dus een boa te water, mensen kan informeren vooral. Want ik denk dat als we de gebieden duidelijk hebben ingesteld, dan gaat het vooral om dat we de mensen goed gaan informeren van wat kan en wat niet kan. Ja, en tenslotte moet er natuurlijk ook wel gehandhaafd worden, maar dat is echt pas een sluitstuk wat mij betreft. En wat verwachten jullie nu uiteindelijk van het college? Wij verwachten dat ze dus goed gaan kijken samen met alle partijen, want dat is best ingewikkeld. Rijkswaterstaat, de provincie, iedereen heeft er wat van te vinden, van hoe kunnen we het nou mogelijk maken dat het volgend seizoen, want het seizoen is nu bijna afgelopen nu, dat mensen veilig op allerlei manieren kunnen op het water kunnen zijn en van kunnen genieten.